Woensdag is het boomfeestdag en dat zou normaal gesproken een hele feestelijke dag moeten zijn. Maar je zult begrijpen dat door alle maatregelen die zijn genomen rondom het coronavirus ook dat een heel ander iets is geworden. En ik ga daarover praten met wethouder Jeroen Ooyevaar. Want die boomfeestdag, dat had ook eigenlijk gelijk de start moeten worden van het Tiny Forest in Schiedam. Ja, dat klopt. En dat is het op zich nog steeds. Hè? Want de bomen waren besteld, dus ze worden op dit moment geplant. Maar zonder alle festiviteiten die we eromheen hadden gepland. Dus ja. Dat betekent dat de leerlingen van Loep en El Voorkan, die eigenlijk zouden meehelpen met planten, ja, die zitten natuurlijk gewoon thuis. Ja, en ik heb begrepen dat u, want de naam is wel onthuld, maar u bent daar niet lijfelijk ook bij aanwezig geweest. Nee, het is wel een unicum. Dit is eigenlijk voor het eerst dat ik een naam mocht onthullen en dat ik dat heb gedaan terwijl ik thuis werk. Dus ik heb een fotootje getweet. En de naam van het Tiny Forest is Het Groenoordje. En dat is heel toepasselijk natuurlijk, want het is een groen oordje in Groenoord. Ja, even over die Tiny Forest. Als mensen niet weten wat dat is, wat houdt dat nou precies in? Nou, eigenlijk is een Tiny Forest daar letterlijk vertaald natuurlijk gewoon een minibos, een klein bos. Dus ongeveer de grootte van een tennisbaan. En wat er bijzonder aan is, is dat het een heel dicht begroeid bos is. Dus er worden heel erg veel bomen en heel veel verschillende soorten worden op elkaar geplant. En daardoor krijg je dus een heel dicht op elkaar gegroeid bosje. Waardoor daar heel veel kan gebeuren. Er kunnen heel veel dieren leven. Er ontstaat veel CO2-opname. Het is goed tegen de verhitting. Kortom, voor alles wat nodig is om de natuur een handje te helpen in een stedelijke omgeving. En hoeveel moeten er uiteindelijk gaan komen in Schiedam? We hebben nu samen met de provincie hebben we financiering voor 3 Tiny Forests. Dus deze locatie die weten we inmiddels. Die andere 2 locaties die gaan we samen met de stad gaan we die uitzoeken. En daar zouden we vandaag eigenlijk ook wat meer een oproep voor hebben gedaan. Nou ja, die stellen we ook nog even uit. Maar we hebben dus nog 2 locaties. Eind dit jaar willen we, als het plantseizoen weer begint, willen we de 2e gaan planten. En dan begin 2021 willen we de 3e gaan planten. Nou, we weten nu dat het eerste dus het Groenoordje gaat heten. En dan moet dat hopelijk ook al voor wat groen daar gaan zorgen. Nou komen er dus ook nog andere gelegenheden. Wordt er dan wellicht overwogen om daar dan nog een speciaal moment van te maken? Omdat dat natuurlijk nu vandaag niet is gelukt. Ja, sowieso. Misschien ook wel om alsnog een keer te openen als de situatie dat toestaat. Want het belangrijke van een Tiny Forest is niet alleen dus dat het groen wordt toegevoegd, maar ook dat het in samenspraak is dus met een school in de buurt. En er zit ook een soort openluchtklaslokaaltje bij. En het is dus ook echt bedoeld als natuureducatieproject. Dus het is heel belangrijk om die feeling met die scholen erbij te houden. Dus ik neem aan dat als alle corona-ellende achter de rug is, dat we dan alsnog wel een momentje gaan plannen om met Loep en El Voorkan het bosje alsnog te openen. Nou, laten we hopen dat dat nog een leuk moment gaat worden later dit jaar. En dat op die manier dan nog ingehaald kan worden wat eigenlijk dus vandaag had moeten gebeuren. Ja, maar de situatie is bijzonder. Ja. Dus we moeten het maar doen zoals we het vandaag doen. Het is niet anders. We weten in ieder geval dat de eerste Tiny Forest er nu is in Schiedam. En dat er dus nog meer later dit jaar gaan aankomen.